Er heerst een onhygiënische situatie in een zijstraat van de Gramang Abagoweg in Sipaliwini. Buurtbewoner Desiree Pomba zegt dat er reeds lang vuil wordt gedumpt in het gebied en er komt maar geen einde aan. De bewoners hebben graag dat het vuil op een andere plek wordt gedumpt of wordt opgehaald. Maar oké, van moesten dit dat hey, de bisafé wa auto kamia, uto ei sunju, no abio sadu piki somo bunu. So, van die heding bij, en dat dit sikwa omi, de adi banja pasi nangwa sikwa. So, no, akode kuma, di sunju dit dat toe yaki, mbe walo, bao bao wemi, walo blow blow wemi. Tede wemi de buakaya, so ni fi fi di tanya, no. E kaka ofu minja de ta minja wa weti weti wata no ambunu fi sen ya sen ya isu ndemo kokomoto kasika itala chai kokomoto te kasika fin me ifaya u ya kadi wende de se ko mi nango tapa do awosu u distanya no e lanti bi sa hepi wi so hesi ku gawu su ku wa oto kamia no abisa bunu. Pomba merkt op dat de omgeving flink last heeft van vliegen en muskieten als gevolg van het bederf van producten die langs de weg worden gedumpt. Om de vele insecten te verjagen maken de bewoners, wat aan de andere kant als heel erg lastig wordt ervaren. Pomba legt ook uit dat de situatie kan leiden tot ziekte. Doordat er afval in de kreek terechtkomt, bestaat een grote vrees dat de omwonenden allerlei ziekten zullen oplopen. De overheid moet daarom gauw ingrijpen.